Nou, ik ben Jan van Elderen. Ik ben, ik denk, 5 jaar geleden hier terechtgekomen. En eigenlijk was de opdracht aan mij van schilderen, tekenen. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Maar ja, de laatste jaren heb ik eigenlijk geen kwast meer aangeraakt. Maar er zijn nog steeds leuke dingen. Spelletjes doen. En ga zo maar door. En ja, als ik een glimlach bij de mensen op hun gezicht kan toveren, dan vind ik dat helemaal geweldig. De ene middag sta ik plaatjes te draaien. Ik heb nog een oude platenspeler, 45 toeren plaat. Draai ik dan. En dan hebben we een middag en dan doen we een beetje pannenkoeken bakken of wafels bakken. En we doen een beetje groepsgesprekken. En ja, de ontmoeting is echt wel iets, vind ik zelf, heel laagdrempelig. Dus iedereen die kan hier eigenlijk gewoon binnenlopen voor een bak koffie en in principe zich aanmelden. Dat is geen enkel probleem. En ja, er is dus, omdat het zo laagdrempelig is, is er ook geen indicatie nodig van een huisarts of een specialist. Het is gewoon, ja. Het is een hartstikke leuke bende. Verder is de sfeer heel goed. De mensen raken vertrouwd aan elkaar, vooral als ze altijd op dezelfde dag komen. Soms verschuift dat, maar het liefst eigenlijk ook niet. Men neemt, en dat vind ik wel knap, men neemt elkaar zoals ze zijn. Ik heb 1 keer gehoord van, dat denkt jij zeker, dat jullie een paar meer koeien hadden dan een mijne. Maar zo is het niet. Jullie proficiat. 1 keer gehoord. Nou, het is gewoon heel erg leuk. Ik mis het echt als ik door eigen omstandigheden een paar keer niet kan. Nou, een van de voorbeelden hier bij de dagopvang is eigenlijk wel onze tante Mien. Die is er eigenlijk van het eerste uur. Die heeft het nog meegemaakt 30 jaar geleden. Nou, toen was ik nog een jong manneke. Maar ja, Mien die heeft mij heel veel dingen verteld over het verloop van de dagopvang hier. En het is gewoon zo dat, dat merk ik zelf wel aan Mien. Want ik ken Mien nou inmiddels al 10 jaar. En zij komt hier bijvoorbeeld elke dag. En stel dat de dagopvang bij wijze van spreken dicht zou zijn, vanwege corona of wat dan ook, is vorig jaar helaas ook gebeurd. Nou, dan zitten zulke dames van 80 jaar, die zitten dus gewoon binnen. Dus dit is eigenlijk een hele mooie uitvlucht, maar ook een hele mooie dag voor hun om weg te zijn thuis. Hè? Want je kunt natuurlijk wel de hele dag voor de tv zitten en achter de geraniums, maar sommige dames die willen gewoon op pad. Die willen gewoon weg. We zijn in de Nieuwstraat begonnen. Waar nou de Heem zit. En daar hebben we 18 jaar gedraaid. Volledig op vrijwilligers. Moesten wij de mensen verzorgen. Dat in dat toilet moesten. Deden we die 3 man. Ja, de koffie liep als een trein. Koffie. Maar vroeger was het allemaal amicaal. Bij ons waren de mensen waren gasten en de vrijwilligers waren de kwasten. Al zei van het is heel laagdrempelig. En het is ook vaak zo dat de nieuwe cliënten die we eigenlijk binnenkrijgen, die komen eigenlijk via via. Het zijn vaak mensen die zeggen van, nou maar, bijvoorbeeld een dochter is hier laatst geweest. Die zegt, ja, ons man die zit ook maar heel de dag binnen en kan ze hier eens niet een keer komen kijken. Nou, dan komt die dochter met moeders binnen en dan is het vaak al van, ja, maar die ken ik en die ken ik en ik ken tante Mien. En, ja, en dan is het vaak al vrij spel voor ons. Hè? Dan, en we doen natuurlijk ook, we houden ook open dagen. We doen van tevoren, meestal een paar weken van tevoren, flyeren. Dan leggen we overal flyers neer. En dan hebben we een open dag. En dan komen toch wel zoons en dochters met moeders of vaders. Die komen dan eens even een kijkje nemen. Men hoort van een ander, vooral hun kinderen, van oh, dat is best leuk. En dan komen ze met paard maar even kijken. Maar de drempel is een beetje
dan toch wel een beetje hoog van, ja. Ik ken er wel een paar van, maar niet allemaal. En de meesten die komen dan kijken, dan blijven ze toch wel. Dan blijven ze echt wel. Heel gezellig hebben, allemaal samen. We maken veel plezier. We knutselen. En we kaarten veel. En we lachen veel. Nou, wij wilden nog meer. Ballon.